Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda P20, een nieuwe aflevering van Let's Play Pokémon Crystal. In de vorige aflevering hebben we alleen maar battles gedaan en zijn we erachter gekomen dat de powerplant niet werkt. Dus in deze aflevering gaan we maar proberen de powerplant te redden. Als we weer naar binnen komen, boink. Oeps, so sorry, you're not hurt, okay? I'm very busy, no time for talking with you. No, not good for me, if I seen by anyone. Oh no! You seen me already! I make big mistake! Hey, you! Forget you see me, okay? You see, hear, know, nothing! Okay? Bye, kid! Nothing! Bye-bye, a go-go! Hij moet met praten. Oké, dus wat we nou moeten doen is, we moeten eigenlijk hem achterna. En dit is eigenlijk nogal makkelijk. Wat je wil doen is, je wil gebeld worden door Arnie. Die ook wil battelen. Daar word je ook niet vrolijk van. Dus, fijn. Wat we willen doen is, we willen dus hier naar boven toe. En dan willen we hier even richting deze brug. Wat er boven te doen is, daar komen we allemaal later op. Want we willen helemaal richting deze brug hier. En daar komen we de Rocket Grunt tegen. In de remake hebben ze hier gewoon een hilarische scène van gemaakt. Maar hier, maakt niet zoveel uit. Hey kid, me a team Rocket member. Kind of guy. Come from another country. A trainer number one. Me, think I did. If stop the energy. Be big panic for here people. Secret, it is my mission. So tell you I not. But if I win. If win you do very, you versus me, I man I be. And mind secret to you I tell. Hey kid, battle begin we do. Leer Engels praten, jeetje. Spreek anders Nederlands. Maar goed, dit is dus de Rocket Grunt die er niet achter is. Dat Rocket, Team Rocket, dat is eigenlijk een beetje mee gekapt is. Hij komt aan met een Golbat level. I don't give a shit. Level 30. Oké, prima. En het wordt dus een wedstrijd. Golbat versus, Crobat. Dat is irritant. Oké, nou, wij doen Wing Attack. Weet zeker, dat is niet genoeg. Dat is bijna genoeg. Ah, ik heb net mijn Confuse Ray opgegeven voor Meanlook, omdat ik Confuse Ray eigenlijk bijna nooit heb gebruikt meer. Dus Flame. Oké, nou, is irritant. Kom er gewoon doorheen. Dankjewel. Ik bedoel, anders wordt het allemaal weer zo langdradig en daar heb ik helemaal geen zin in deze aflevering. Oké, dus irritant. Ik krijg een experience. Rocket Grunt is defeated. Hartstikke leuk. Ai! No, no, no. Leave it. I can't. Strong, very strong be you. Match, I am not to you. Oké, tell you my secret will I. Machine part steal by me, hide it, I did. In gym of cerulean. Inside water put it, I did. Look for in water center of gym at. But you, forget me not. Beat you for sure will Team Rocket. Come from Johto will they. Mine, friends, yes, will revenge they are. You say what, Team Rocket bye bye? Agogo? Broken it is, you say? Oh no. Should I do what now on? From me. Ik vind het wel grappig dat de muziek eventjes stopt. Ik vind het wel lachen dat daar gewoon even de muziek gewoon even stopt. Maar goed, wat we dus moeten doen is, we moeten hier naar beneden toe. En even kijken. Dan moeten wij dus eigenlijk terug naar de powerplant. Dus ik loop heel eventjes snel terug naar de powerplant. En oh nee, we moeten naar Sharon. Ik wil nou al naar powerplant. Ik ga veel te snel. Daar ben ik ook niet vrolijk van. Goed, wat je wil doen is, je wil dus hier, ze zetten hier helemaal geen trainers of iets. Want de gym is nog niet, ja, Misty is niet aanwezig. Wil hierop aandrukken en je vindt een machine part. Hartstikke handig. Nu wil je terug naar de powerplant. Sorry. Ik zie jullie bij de powerplant. Ik ben zo bij jullie terug. Oké, terug hier in de powerplant. Gast, ik heb iets voor je. Ah, yeah. That's the missing part from the beloved gen, from my beloved generator. You found it? Wahaha, thanks. Here, take this TM as a reward. En we krijgen dus TM07. Nou, en dat is dus Zap Cannon. Nogal weer dus omdat hij daar net over had. Het doet behoorlijk veel schade, maar volgens mij doe je daar ook recoil damage. Of heeft hij, ik weet niet precies hoe dat Zap Cannon in zijn werk zit. Ik weet dat het een hele sterke stroomaanval is, maar ja, daar houdt het dan ook weer mee op. Daar houdt mijn kennis mee op, laat ik het zo zeggen. Wat we dus nou willen doen is, we willen dus zeg maar Zeritant weer gaan gebruiken om heel eventjes terug te gaan naar Saffron City.
Aangezien dat nou zeg maar de elektriciteit weer werkt, werkt dus zeg maar ook de Magnetrain weer. Maar voor de Magnetrain hebben wij ook, ik wil niet healen, hebben we dus zeg maar ook een kaartje nodig. Nou, om die kaart te krijgen hebben we dus een hele korte sidequest die we dus ook moeten gaan doen. Ja, ik doe heel eventjes Slavenator, onze HM-slaaf. Die doe ik nog heel eventjes terug. Eventjes weg ermee, want kat hebben we nou niet nodig, strength hebben we niet nodig, heel dinozooi niet. Even kijken, waar is... Volgens mij stond hij gewoon bovenaan, hè? Nee, Lapras. Oké, dan staat hij onderaan. Bolt! Hoe gaat het ermee? Oké, ik had Bolt, heel erg leuk, yada yada yada. Goed. Oké. Wat we willen doen is dat huis waar ik het volgens mij in de vorige aflevering over had... daar wil ik heel eventjes met iemand praten. En dat is dit mutsje hier. Hey, kijk. Zelfde plek. Hi, I heard that you lost your favorite Pokédoll. If I find it, you'll give me a rail pass. I'll go find it for you. You think you lost it when you went to Vermilion City? Pardon? I shouldn't decide what you should do, but I'm really worried. What if someone finds it? Ja, dat is Copycat, die doet dus eigenlijk iedereen na. Een beetje van de anime-serie en It's a TV! En dat is niet het enige. It's a TV as well! Twee televisies in één huis. Oh, geweldig. Dat vind ik gewoon gaaf. Dat er gewoon twee televisies in één... Nou, is niks gaafs aan, maar... Het is gewoon leuk. Ik probeer het een beetje entertaining te houden. Alsjeblieft, leef met me mee. Het is moeilijk om dit entertainment te houden, want... Ik weet, we zitten al zo lang in Pokémon en ik mis... waarom ga ik eigenlijk... Nou, maakt niet uit. Ik vind zelf echt het heel erg moeilijk en... Ik wil een let's play afmaken. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik merk aan mezelf ook wel een beetje dat ik... Een beetje klaar ben met dit project, omdat... Ja, ik ben er al vanaf januari mee bezig. Dat is 3 maanden. Ik wil verder. Ik wil een nieuw project gaan doen, maar... Tot dit punt, ik moet deze let's play... Ik heb er zoveel werk in gestoken. Deze let's play moet af, dus... Help me mee hiermee... verkeerde huis... Ik moet deze let's play gewoon afmaken. Ik moet het. Maar goed, wat we dus moeten doen is... you lose. Wat we moeten doen is, we moeten dus... Naar een bepaald... Moeten we dan... Waar zat het huis nou? Naast het Pokémon Center, toch? Is het nou echt hier? Of is dit hetzelfde huis? Goh, laten we 2 keer hetzelfde huis inlopen. Waarom ook niet? Dan gaat het een stuk sneller. Al moet ik wel zeggen dat ik heel erg veel zin heb om deze gym battles te doen en alles. Dus... En dan ook nog eens een keer heb ik al mijn statistieken hier gewoon op een rijtje. Hi. I love Clefairy, but I could never catch one. So I'm making a Pokeball van Pokédoll. Oh, I see now. The girl who lost this Pokeball is sad. Okay, could you take this Pokédoll back to the poor girl? I'll befriend a real Clefairy on my own one day. No worries. En we krijgen dus de Pokédoll van Copycat. Lost item, zo heet het. Oké, mij maakt niet uit. Clefairies, die kun je inderdaad hier wel tegenkomen. Dus hij moet eigenlijk gewoon naar Mount Moon toe. Waar we dus later op aankomen. Dus oké, fly. Dan moeten we weer terug naar Severn City. En dan komen we dus hier. En de muziek die we dus hier horen. Overal bijna. Is bijna overal hetzelfde. Op de radio, waar we dus zeg maar later op aankomen. Daar komt dit nummer ook non-stop tegen. Dat heet Places and People. Dit nummer haat ik. Dit is echt gewoon persoonlijk het nummer wat ik gewoon haat. It's a TV. It's a TV. Nou, kijk eens wat ik heb gevonden. Yay, that's my Clefairy Pokédoll. See it here where the right leg is soon off? That's proof. Okay, here's the Magnet Train Pass. Like I promised. En we krijgen dus de Train Pass, waardoor dat we dus nu ongeëindigd tussen Johto en Kanto kunnen gaan. Dus zeker heel erg handig. That's the pass for the Pokémon Magnet Train. The real company man gave me that. When they tore down our old house for the station. Juist, heel erg boeiend. De reden waarom dat het dus zo gedetailleerd over die Pokédoll begint. Je kunt dus zeg maar wel naar de. Je kunt naar een markt toe gaan en naar een Pokédoll daar kopen. Maar dat zal niet dezelfde zijn. Dus dan begint ze te mouwen over dat het niet dezelfde doll is. En dat is nogal dol. Dus ja. Goed, waar we dus naartoe moeten is. We moeten nu richting. Ja, ik denk dat ik daar wel via Rock even. Ik weet niet, kennen we daar zo naartoe? Je kunt via Rock even, maar je kunt ook zo, geloof ik. Route 8. Nou, trouwens, ik heb geen informatie over Route 8. Daarom doe ik ook nog heel eventjes de sideballetjes niet. Want Rock even, daar heb ik wel mijn informatie voor klaar liggen hier.
Dus wij gaan gewoon via de Rock Cave. Dat is net zo makkelijk. Ik heb genoeg repels en ik heb geen flauw idee waar ik naartoe ga. En dit is een exact voorbeeld van... Oh mijn god, ik heb het oh zo druk. Ik heb zoveel te doen. Maar ik wil nu gewoon ik wil gewoon afleveringen klaar hebben. Ik wil gewoon een aflevering uploaden voor YouTube. Dus... Daar! Sorry voor die knip, maar ik was dus even vergeten dat we hier nog een keer langs moesten. En dat ik dus mijn HM-slaap nodig had. Nee, maar dit bedoel ik dus van... Dit is dus een voorbeeld van echt onvoorbereid gaan opnemen. Het probleem wat je dus hebt is... Je wil dolgraag afleveringen neerzetten. En je vergeet daarin dus heel erg veel statistieken. Nou, ik heb hier gelukkig wel mijn statistieken... Nee. Wacht, ken jij... Zeg dat jij Flash kent. Yes! Oké, gelukkig. Oké, dit is dus de Rock Cave. En die Flash die helpt niet echt. Rock Cave is... Ja, korte cave. Waar dus twee nieuwe Pokémon... En trouwens, drie nieuwe Pokémon. Cubone hebben we ook nog... Cubone hebben we wel gehad. Hou je mond. Waar we dus zeg maar drie nieuwe Pokémon tegen kunnen komen. Twee nieuwe Pokémon tegen kunnen komen. Hier kunnen we tegenkomen de geëvolueerde vorm van Gastly. We kunnen hier dus tegenkomen onze grote vriend Hunter. Hunter is zeker een hele goede fysieke aanvaller. Kan alleen maar later evolueren, zeg maar, als je dus zeg maar zijn... als je hem gaat ruilen, dan evolueert hij. Dus zeker een hele goede special attacker. Verder kun je hier ook tegenkomen, en dat is een hele interessante Pokémon, vind ik persoonlijk. Je kunt hier dus verder ook een... Ik zie helemaal niks. Ik heb toch Flash gebruikt? Even wachten hoor. Can't use that. Ja, ik heb Flash gebruikt, maar ik zie nog steeds bijna helemaal niks. Had het wel wat lichter mogen maken, want ik zie... Komt misschien omdat het licht van de buiten erop schijnt ofzo. Maar goed, hier kun je dus ook tegenkomen Kangaskhan. Kangaskhan is een hele goede normal-type Pokémon. En ja, die kun je hier dus eigenlijk gewoon tegenkomen. Dus zeker een handige Pokémon om hier te hebben. Ik zie die ladders nog niet eens, man. Ik ga gewoon dichter even bij mijn scherm zitten, want echt, ik zie bijna helemaal niks. Oh, even wachten hoor. Goed. Jezus, hadden ze dit nog donkerder kunnen maken. Ondanks dat ik Flash gebruik, zie ik niks. Dit is ridiculous. Misschien werkt het zo beter? Nee. Zie ik het hier beter? Ja, maar daar zie ik het in een delay. Oeps. Oh, daar zit een ladder. Daar in de hoek zit een ladder. Oké, en dan gaan we hier naartoe. Ik weet dat er een item zit, boeit me niet. Ik wil hieruit. Laat me eruit. Oké. Dan moet ik hier naar boven toe. Ja, echt, ik... Volgens mij ligt het aan de brightness van mijn televisie, maar ik zie echt bijna helemaal niks. Het is vervelend. Ligt hier iets? Geen secret item? Een Max Potion, oké. Oké, hier hebben we een laddertje. Even een nieuwe repel gebruiken. Ik weet dat mijn audio commentaar nou terrible is, maar dat komt gewoon omdat ik zie helemaal niks. Oké, nou, gaan we hier naar beneden toe. Zeg maar tot ik hier bijna bij het einde van de cave ben. Er zijn hier alleen maar twee nieuwe Pokémon die we tegen kunnen komen. En dit is de route eventjes die ik wou laten zien. Hier hebben we ook weer een item. TM47. Geen idee wat het is. Normaal gesproken laat mijn nerd dus me nooit in de steek. Maar ja, ik ben zo onvoorbereid dat ik nog echt geen idee heb. TM47. Even kijken. TM47, dat is... Steelwing. Handig voor Skarmory. Oké, nou, hier naar beneden toe. Einde! Oké, mooi. Ah, hoezo zijn we weer in route 10? Oh. Yes, ja. Oké. Zal wel goed zijn. En een random trainer. Hahaha. Lach me niet uit. Goed, sorry daarvoor. Ik wist niet dat er nog een random trainer zou zitten. Maar goed, dan komen we dus bij de grote... mysterieuze... Ik dacht dat we weer al bij de stad zouden zijn. Sorry. Oké, die had dus ook een quagsire. Een quickie quagsire. Maar goed, deze dorp, dat is dus een van de bekendste dorpjes van heel Pokémon Red, Blue en Yellow. Namelijk Lavender Town. Er zijn hier een heleboel mythes over Lavender Town.
die ik jullie ga vertellen in de volgende aflevering. En dan gaan we ook heel eventjes zorgen. Ja, de muziek is aangepast, dan maak je maar geen zorgen. Maar daar gaan we het over in de volgende aflevering over hebben. Dus in de volgende aflevering gaan we dus verder hier in Lavender Town zoeken naar wat we hier dus allemaal nog nodig hebben. En dan kunnen we eindelijk gaan beginnen met onze quest voor Gym Battles. Sorry dat deze opnamesessie een klein beetje een rommeltje was. Ik had gehoopt dat ik beter erop voorbereid zou zijn. En ik weet het, hoezo einde van deze opnamesessie. Het is donderdag. Ik ga vrijdag ga ik eventjes gebruiken om ervoor te zorgen dat ik alles even op een rijtje heb staan. Zodat ik maandag gewoon een volledige 5-part weer kan opnemen. Met goede informatie. Dus mocht je überhaupt nog een leukste momentje hebben in deze aflevering. Ik betwijfel het. Maar laat het weten in de reacties. Alvast bedankt natuurlijk nog steeds voor de support. Soms weet ik dat mijn video's een beetje minder kwaliteit zijn dan dat jullie van mij gewend zijn. Mijn excuses, ik probeer mijn best hier. Ik hoop jullie gewoon te zien zaterdag bij een hele leuke opname die ik heb gehad met mijn crew voor Minecraft. Dus zaterdag gaan we gewoon verder met Minecraft en maandag ga ik dan hopelijk goed voorbereid verder met Pokémon. Dus ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En tot zaterdag. Tot dan. Doei!